Een veilige wereld, daar werken we aan, elke dag. We beschermen onze leven- en werkomgeving op een duurzame manier tegen de gevaren van elektriciteit. Wij proberen dat samen met de klant te waarborgen. Wat is nou belangrijk voor het proces binnen de klant, bij de klant? In relatie met veiligheid en continuïteit. Van der Heijden is een autoriteit op het gebied van advies, ontwikkeling en uitvoering van elektrotechnische veiligheid. Van windmolens tot bouwkundige constructies, van energiecentrales tot operatiekamers. Ons team ondersteunt overheden en bedrijven bij het realiseren van een veilige omgeving. Welk risico neemt u? Wij kiezen graag samen met u voor veiligheid. Elk jaar worden in Nederland honderdduizenden bliksemontladingen geregistreerd. Een inslag kan levensbedreigend zijn, maar ook tot vergaande economische schade leiden. Voorbeelden zijn beschadigde gemalen, windmolens of stagnerende productieprocessen. Een goede beveiliging tegen bliksem beschermt mensen en voorkomt schade aan gebouwen, apparatuur en het milieu. Een goed voorbeeld daarvan is de energiecentrale van Amsterdam. Stilstaan, geen productie kunnen draaien. Dat is de grootste en tegenbrand. Bij een blikseminslag is de kans heel groot dat er brand ontstaat. En dat heb je niet als er een bliksembeveiliging ligt. Van ontwerp naar de volledige uitvoering. Van der Heijden is gespecialiseerd in het volledige proces, zoals bij de nieuwe biogascentrale van de Suikerunie in Hoogkerk. Naast de traditionele bliksembeveiliging is door de dichte elektrotechnische infrastructuur in Nederland beveiliging een belangrijk onderdeel geworden voor, tijdens en na het bouwproces. We zijn in elk geval de grootste van Nederland, Europa, wereldwijd durf ik het niet met zekerheid te zeggen, maar daarin... Ja, zijn we best wel leidend. We hebben zittingen in normcommissies voor de bliksemnormen. En ja, wij doen heel veel grote industriële installaties. Regelmatige controle van beveiligingsinstallaties is noodzakelijk. Niet alleen om de levensduur van de installatie te verlengen, maar ook om kosten te besparen en een veilige werkomgeving te garanderen. Hier ligt een bliksembeveiliging op asiel op en die zijn we visueel, controleren we die. En de persverbindingen zien we na, alles dat er een beetje een slag in zit halen we er vooruit. De plaksteuners plakken we weer opnieuw wat die los zitten en de meting doen we beneden. Om onnodige bedrijfsongelukken te voorkomen, inspecteren we installaties op ontploffingsgevaar, kijken we naar valbeveiligingen op het dak en naar het ontladen van vrachtwagens. Voor de veiligheid van uw bedrijf. Zal ik even resumeren hoe het ging, Jos? Nou, in principe... Werkgevers moeten zorgen voor veilige elektrische installaties en apparaten. Het is ook van levensbelang dat technische medewerkers weten hoe ze veilig met elektrische installaties moeten omgaan. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de omgeving. We praten met de klant over zijn proces en daarbij staat continuïteit en veiligheid centraal. En vanuit dat perspectief bekijken we altijd organisatie, mens en installatie. En dat geheel, dat stellen wij centraal. En van daaruit heb je het wel of niet over opleidingen, wel of niet over inspecties of wel of niet over organisatieaanpassingen. Een veilige bedrijfsvoering is wat alle bedrijven graag willen. Maar de wet en regelgeving maakt het steeds complexer. In het trainingscentrum in Gorinchem trainen wij mensen op theorie en praktijk om veilig en efficiënt hun vaardigheden te vergroten. Dat draagt weer bij aan mindere ongelukken, lagere kosten en de continuïteit van primaire processen. Controle is een belangrijk aspect van veiligheid. Een risicobeoordeling of gerichte inspectie kan de veiligheid waarborgen. Voor het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is een continue bewaking essentieel om maatschappelijke risico's te voorkomen. Gekwalificeerde en gecertificeerde inspecteurs als Marcel Faber toetsen installaties, zodat deze blijven voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. Zo af en toe kom je wel eens dingen tegen, met name doordat er wat... Met wat onkunde geïnstalleerd wordt of dat men zaken anders interpreteert die in de norm staan
die niet helemaal stroken met hoe het werkelijk zou moeten. En daar komen wel eens wat soms wel gevaarlijke situaties aan het licht. Corrosie, oftewel roest, is de grootste vijand van leidingen, viaducten of damwanden. Roest tast het metaal aan, waardoor het dunner wordt. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, zoals lekkages of zelfs milieuschade. Met kathodische bescherming bieden wij een effectieve en duurzame oplossing. Voorbeeld is het nieuwe gasleidingnetwerk in Zuid-Limburg. De leidingen worden, voor ze in de grond gaan, gecontroleerd op breuken door inspecteurs van Van der Heijden. Een van onze projecten is de Maaslandkering in de Hoek van Holland. Deze zeekering maakt onderdeel uit van de Nederlandse deltawerken. Bij de fundering loopt een continu elektrisch stroompje langs het staal, zodat het niet meer reageert met zuurstof en water. Roestvorming stopt zo bij de basis. Een veilige gedachte. Het maakt onderdeel uit van het deltaplan. En we zijn er zeer trots op dat wij hier een gedeelte van de installatie hebben mogen aanleggen. Voor inspecteur Luc van der Weg is geen dag hetzelfde. Hij controleert of ondergrondse objecten nog wel voldoende beschermd zijn. Vandaag is een gasleidingstation op een industrieterrein aan de beurt. Gebeuren we vaak dat er fouten in de bekleding of een isolatiekoppeling defect is of een isolatieflens defect is. Ja. De leiding kan kapot gaan door roesten als er al fouten in de bekleding zitten. Dat kan ermee gebeuren. Het bieden van ondersteuning met kathodische bescherming kan beginnen met een advies of het schrijven van een bestek. Daarnaast verzorgen wij de realisatie en ook het beheer en onderhoud valt binnen onze expertise. Wij doen dat in overleg met de klant. De klant bepaalt het veiligheidsniveau van het te bepalen object. En Van der Heijden kan daar een objectief advies geven. Met daarnaast een prima voorstel hoe een opdrachtgever daar mee verder zou kunnen. De eisen en richtlijnen voor veiligheid worden steeds scherper. Van der Heijden vertaalt ze naar de dagelijkse praktijk. Met onze jarenlange opgebouwde expertise op het gebied van bliksembeveiliging, kathodische bescherming, inspecties en opleidingen kunnen wij onze klanten volledig ontzorgen. Een veilige wereld, daar gaan wij voor.